Wie waren de oorspronkelijke lezers of veel meer toehoorders van de Beatrijs? In welke tijd en vooral voor wie werd het verhaal geschreven? Laten we beginnen met de datering. Een tekst is nooit ouder dan zijn voorbeeld of inspiratiebron. En voor de Beatrijs is de inspiratiebron voor de hoofdlijnen van het verhaal bekend: een Maria-legende over een non voor wie de heilige maagd lange tijd was ingesprongen. We kennen deze basislegende uit een verzameling Latijnse exemplen uit 1227. Daarmee hebben we voor het Middel-Nederlandse verhaal alvast een vroegst mogelijke datum. De mensen van het vak spreken ook wel van een terminus post quem, letterlijk de uiterste grens waarna omdat de Beatrijs heel wat typisch hoofdse motieven bevat en van een verfijnde hoofdse psychologie getuigt, hebben sommige specialisten aangenomen dat het verhaal inderdaad nog in de 13e eeuw geschreven kan zijn. Toen de hoofdse roman, denk bijvoorbeeld aan de Arthur-roman, zijn bloeitijd beleefde. Maar zo'n vroege datering lijkt toch te kort door de bocht. Nagenoeg alle bewaard gebleven afschriften van Hoofdse romans dateren pas uit de 14e eeuw of later. Dergelijke teksten werden dus ook na 1300 nog volop gekopieerd en gelezen. Hoewel de bloei van de Hoofdse roman toen voorbij was, ontstonden er nog altijd van zulke epische teksten, zij het in een wat moderner jasje. Een voorbeeld is de Roman van Limborg. Uit het begin van de 14e eeuw. Daarin staat onder meer een verhaal over koningin Sibylle die wegloopt met haar minnaar Evax. Een geschiedenis die hier en daar aan het avontuur van Beatrijs en haar minnaar doet denken. Maar voor de datering is nog belangrijker dat, wanneer Beatrijs stiekem weer haar plaats in het klooster heeft ingenomen, er een orlooi, of slaande klok, wordt vermeld. Binnendien was die nacht gegaan dat de doorlooi begonste te slaan, daar men middernacht bekende. Ze nam klokzeelbieden in de en de lude metten zo wel te tieden dat ze het hoorden in allen zieden. Intussen was de nacht zo ver gevorderd dat het uurwerk middernacht begon te slaan. Ze pakte het klokketouw en luidde de metten precies op tijd, zodat iedereen het hoorde. Indien Beatrijs hier gewaarschuwd werd door een mechanisch uurwerk, dan is dat een veel latere terminus post quem dan die die we al hadden. De uitvinding van de mechanische klok dateert volgens de recentste inzichten, namelijk pas van het einde van de 13e eeuw en zou bij ons niet vroeger dan omstreeks 1325 in gebruik zijn gekomen. Niet vroeger dan de 14e eeuw dus. Wellicht niet veel vroeger dan het midden van de 14e eeuw. Maar hebben we ook een niet later dan, een terminus antiquem. Gelukkig wel, en bovendien een vrij precieze. Een tekst kan natuurlijk nooit recenter zijn dan het vroegste handschrift waarin hij bewaard is gebleven. Van de Beatrijs is slechts één handschrift bekend. En dat handschrift kunnen we toevallig vrij precies dateren. Vooraan in het handschrift is, zoals wel meer voorkomt in handschriften, een tabel opgenomen voor de berekening van de paasdatum. En boven die paastafel staat een toelichting over hoe men de berekening kan maken voor het jaar 1374. En daarmee ook voor de jaren die daarop volgen. Het handschrift moet dus in. Of omstreeks 1374 in gebruik zijn genomen en kort daarvoor gekopieerd zijn. De Beatrijs zal dus ontstaan zijn ergens in het tweede of het derde kwart van de 14e eeuw, vermoedelijk niet veel vroeger dan het midden van de eeuw en ten allerlaatste in 1374. Welk publiek stond de dichter voor ogen? Dat is voor middeleeuwse literatuur altijd een zeer zinvolle vraag. In tegenstelling tot wat we in onze tijd als de normale situatie kennen, bestond er voor de toepassing van de boekdrukkunst niet zoiets als een algemeen publiek van kooplustigen waarop een auteur zich had kunnen richten. Het was veeleer de maatschappelijke elite die zich interesseerde voor literatuur. In de tijd dat de Beatrijs ontstond, ging het trouwens vaak niet zozeer om het kopen van literatuur, maar om het luisteren ernaar. Liefhebbers aan het hof, in de stad, in het klooster betaalden een rondreizende dichter voor een optreden. Sprooksprekers werden ze genoemd. Deze rondtrekkende voordrachtskunstenaars, die soms ook een maaltijd en een overnachting kregen aangeboden... De honderden korte teksten die van sprooksprekers bewaard zijn gebleven tellen tussen de 20 en de 700 verzen. Met zijn 1038 verzen zit de Beatrix daar ruim boven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de tekst niet door een rondreizende dichter kan zijn voorgedragen. Sprooksprekers konden dan na hun optreden het verzoek krijgen een afschrift achter te laten van de tekst waar het publiek zo even naar geluisterd had. Het publiek van de Beatrijs moet vertrouwd zijn geweest met het concept hoofdsheid. Maar dat wil niet zeggen dat de tekst niet ook voor een stedelijk of kloosterlijk publiek ten gehoren kan zijn gebracht. De hoofdse cultuur kwam vanaf de 12e eeuw tot ontwikkeling in de lage landen, om te beginnen in adellijke kringen. Maar al in de 13e eeuw verspreidde deze voorname welgemanierde en vaak ook ridderlijke levenswijze zich onder de stedelijke elite. En omdat kloosters vaak een toevluchtsoord waren voor adelijke dames, was ook daar de hoofdse cultuur al vroeg van invloed.